Guten Abend, mein Name ist Monique Gabricht. Das erste Rennen dieser Eisgala sind die 300 Meter für Frauen und Männer. We beginnen dus met de sprint voor de dames 300 meter. Herma Meijer tegen Anita Loorbach, Bonnie Blair tegen Anke Baier en Christine Aftink neemt de handschoen op tegen Monique Garbrecht. En het eerste paar staat klaar. En dat eerste paar is Herma Meijer tegen Anita Loorbach. Herma Meijer achter in beeld en Anita Loorbach op de voorgrond wat links in het beeld. Klaar voor die start over die 300 meter. De 300 meter onderdeel van deze sprintbokaal, want ook de 100 en de 700 meter staan nog op het programma. Daarna maken we dan het klassement over die drie afstanden op en weten dan of misschien deze twee meisjes voor in dat klassement terug te vinden zijn. Anita Loorbach loopt die buitenbocht heel goed. Herma Meijer kan er niet bij komen in de binnenbocht. En wanneer Loorbach door zal gaan, dan kan ze ongetwijfeld deze rit gaan winnen. En dat lukt ook inderdaad. Anita Loorbach wint de eerste rit voor Herma Meijer. En Anita Loorbach doet het dan in de tijd van 25.77 tegen 26.15 voor Herma Meijer. En wat kan Bonnie Blair in de volgende rit tegen Anke Baier? Bonnie Blair, de oud-wereldkampioene tegen Anke Baier, de huidige wereldkampioene bij de junioren. Ze werd dat vorige maand in Calgary in een keurige wedstrijd. Anke Baier tegen Bonnie Blair. Bonnie Blair aan de binnenzijde duikt nu die bocht in. En ze kan zo'n bocht natuurlijk prima lopen. Afkomstig uit de shorttrack wereld als ze is. En dat blijkt ook weer, want ze komt duidelijk voor Anke Baier uit de bocht. En dat betekent dat Bonnie Blair heel gemakkelijk deze overwinning op de 300 meter gaat pakken. En ze gaat dat doen in 25.87 tegen Baier 26.27. En dan is de eerste verrassing daar. Want de tijd van Bonnie Blair is 1/10 langzamer dan Anita Loorbach in de eerste rit. En dan mag je toch een beetje teleurgesteld kijken. Inmiddels hebben ook Marieke Stam en Suzanne Aug gereden in tijden van 26.38 en 26.09. En kijken we nu naar Monique Kaalbrecht aan de buitenzijde tegen Christine Aftink. Christine Aftink, de nummer 3 van het wereldkampioenschap tegen de wereldkampioene Kaalbrecht. Kaalbrecht die bocht uitstekend loopt. En Christine Aftink die dan de opgelopen achterstand nu in die binnenbocht goed moet maken. Maar het lijkt me toe dat dat niet helemaal lukt. Want het is inderdaad Monique Kaalbrecht die als eerste uit die bocht komt op weg naar de verlossende streep. En wat wordt haar tijd? Haar tijd wordt 25.97 tegen 26.09 voor Aftink. De uitslag dan van de 300 meter voor dames. Winnares Anita Loorbach, 25.7 seconden. Tweede Bonnie Blair, derde Monique Garbrecht, vierde Christine Aftink en Suzanne Aug. En zesde Herma Meijer.